Hoi, ik ben Marjelle Erkens, ik ben thee-expert en vandaag ga ik jullie iets vertellen over thee en kaas, hoe mooi dat samen kan gaan. Kaas en thee, dat is dus ook echt een droomcombinatie, beter nog dan wijn, omdat de thee de kaas heel goed in zijn waarde laat. Ik heb hier een Chinese groene thee, Bilochun, die is van zichzelf vegetaal en notig en die serveer ik bij de camembert. En de camembert wordt door die thee heel vol en nog romiger. En een beetje notig ook. En hij krijgt wat vegetale tonen. En de thee krijgt die volheid en die zoetheid en die umami van die kaas. Dan heb ik hier een Taiwanese oolong, een lichte oolong. Die is heel bloemig. Ook een beetje boterig van zichzelf. En die heb ik bij de Jonge Boeren Kaas. De kaas wordt fruitig en wat lichter, wat frisser van de thee. En de thee krijgt dat romige mee van die kaas, waardoor die thee nog boteriger en romiger wordt. En dan heb ik hier een oude kaas, oude boerenkaas. Die is behoorlijk scherp, pittig. En daar is een Golden Yunnan zwarte thee uit China bij. En die is van zichzelf fruitig en zoet. En wat er gebeurt, dat scherpe randje van die kaas, dat wordt afgevlakt. Hij wordt veel zachter, veel voller en ook fruitiger van de thee. En de thee krijgt juist veel meer diepte en complexiteit van de kaas. Krijgt ook meer umami. Ik zeg doen, ga het proberen. Je weet niet wat je meemaakt.